De communicatie tussen het Openbaar Ministerie en de regering over vermeende corruptieve zaken is tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée aan de orde geweest. Wij voeren u terug naar de discussie in 's Lands vergaderzaal. Ik denk dat ook de kwesties zoals aangekaart door de spreker diepgaand onderzoek daar nodig is. Omdat wij weten, en ik hoop niet dat het met mantel der liefde weer onderzocht zal worden. We hebben gezien wat zich afgespeeld heeft met de kwestie van de vorige onderzoeken. De PG is gisteren uitgekomen en het is weer bevestigd wat geschreven is aan de heer Breveld. Dat zaken, ik heb ook de stukken bestudeerd, voorzitter, zijn informaties die niet zeggend zijn. Eigenlijk niets diepgaands wat onderzocht zou moeten worden, waarbij je kon... Ja. Ten aanzien van de PG, nou dat zegt u me niet gemerkt. Het bevreemdt ons wel zeer, voorzitter, dat er informatie hier in het parlement, twee leden worden genoemd, bekend zijn die de regering niet bekend is. Waarom dat zo simpel is? Omdat het schrijven van de minister 27 maart 2018 bevestigd is geworden door de PG op 30 april, waar hij zegt, er is heel veel informatie binnengekomen, maar het is nog niet helemaal duidelijk te lezen. Kunt u gaarne de PDF-versie sturen. En op 22, dacht ik, mei, stuurde de regering dan ook de PDF-versie. Na dat moment is er nooit een moment geweest waar de PG heeft gezegd of gereageerd, we hebben tekort aan informatie. Het is onduidelijke informatie. De vraag nu is aan deze leden, hoe komt u aan informatie die de regering niet heeft? Zijn onze instituten aan het lekken of vinden de instituten niet belangrijk om te rapporteren? Of eerder te rapporteren aan u? Of bent u aan het aandringen? Laten we een beetje duidelijkheid erin krijgen. Want we willen niet als de regering hier komen en een betoog houden van onze instituten, want het is ook een instituut, en bepleiten... En wij informatie kennelijk niet hebben, of laten we niet zeggen niet hebben, niet duidelijk genoeg hebben, die andere mensen wel duidelijk genoeg willen stellen. Dat vind ik wel een kwalijke zaak. Want als wij, voorzitter, terecht hadden gehoord hoe nu gezegd wordt in de media van er is niet genoeg informatie, waarom hebben wij dat schrijven dan niet gekregen? Want als we hebben gekregen, heb ik gezegd, wij gaan ook niet stoppen, het is een continu proces, dan gaan we die informatie aanleveren. Tot nu toe is dat nooit gekomen. Dus het geachte lid Gaia die moet zich verklaren. Hoe kan hij zo stellig vertellen hier, dat iets dat niet eens bevestigd is door de OM naar de regering toe. Dat hij meent dat dat een feitelijkheid is. Dat is één. Dus voorzitter, als wij informatie krijgen van OM, luister eens tekort of is onduidelijk, dan geven we die informatie. Maar ik ga u zeggen, het laatste bericht was 22 mei. Waar wij nog een bericht hebben gestuurd in de PDF, kijk, alle duidelijkheid, PDF hier kunt u lezen. En tot dat moment hebben we daar nog geen reactie gehad. Dat is de bekomen informatie tot nu toe. Dus, wij zijn zeer serieus. We gaan, heb ik aan de ene kant gezegd, wat het geachte lid B zegt. Als de zaken niet comfortabel incorrect zijn gegaan, gaan we handelen. We moeten niet twijfelen. En ik geloof niet dat het Jogi probeert, de hele regering natuurlijk. Maar er zijn altijd wel momenten waar het fout gaat en moeten we wel optreden. Ik aangegeven heb dat we de onderzoeken die moeten komen, en die zouden moeten komen, de wijze van benadering, tijdstip wanneer de zaken gestuurd zijn, de informatie die we tot nu toe zien, wat de regering zelf gestuurd heeft, die geven mij als leek al aan dat het onvoldoende is voor een onderzoek, voorzitter. Dat is één. Maar, en dat is hier gezegd, voorzitter, en gelukkig, anders zou het lijken alsof, als je Gayadin woont in Takazani. En gisteren nog, als ik me niet vergis, weer bevestigd
door de PG, publiekelijk, in een interview, waarbij hij duidelijk aangeeft dat die zaken die aangedragen zijn onvoldoende bijdragen tot een politioneel onderzoek, voorzitter. Ik herhaal, voorzitter. 27 maart heeft de minister van Financiën alle informatie gestuurd naar de PG. 30 april bevestigt de advocaat-generaal namens de PG dat de stukken ontvangen zijn. Maar zegt de advocaat-generaal tegelijk, maar er zijn enkele zaken onduidelijk, zo wat in die geest. We willen de PDF-versie ook hebben. En 22 mei wordt de PDF-versie waarschijnlijk gemaakt, gestuurd. Dat legt u me nu uit. Dat is de laatste communicatie. Ik geloof niet dat de PG zichzelf in verlegenheid gaat brengen, maar ik vind het wel dat als een lid hier de PG in verlegenheid brengt om te zeggen, nou, de PG bevestigt dat het zo is. Ik denk niet dat de PG bevestigt. Als de PG zegt, naar eigen oordeel, het is zo, natuurlijk kunnen wij dan stellen, PG, schrijft u dat naar ons? U gaat dat in de media vertellen, maar graag dat we dat ook krijgen, zou ik aan de PG zeggen. Maar niet door zo te nuanceren, dan breng je de PG in verlegenheid, alsof hij bevestigt dat hij oneens met de regering, en dat vind ik, dat kan ook niet, aan de ene kant. De PG heeft zijn plaats. Ik geloof dat hij dan, als hij die bevestiging in de media ook naar ons zal schrijven van, we vinden het niet genoeg, we kunnen krijgen. Maar dat hebben we nog niet gekregen tot nu toe, dat is dat in hart stellen. En wij wachten dat af. Je kunt ook geen leek zijn. Als je een vervolging instelt. Je kunt geen leek zijn. Nu zeg je, u doet Ananias als een leek. Maar je kunt geen leek zijn als je zulke belangrijke zaken en zulke in-depth zaken doet. U moet daarvoor gespecialiseerd zijn. OM is daarvoor gespecialiseerd. En we verwachten dat ze hun werk dan op die manier gaan doen. Laten de mensen hun werk doen. En als dit inderdaad een zaak is, of elke andere zaak die daar naartoe moet gaan, moet het naartoe te gaan. Laat het op de juiste, correcte, specialistische manier gebeuren.